Noortje van Schijndel, woordvoerder van de politie. Wat kun je ons vertellen over deze dode die hier in de straat is aangetroffen? Nou, hier is vanochtend omstreeks 6:30 een stoffelijk overschot aangetroffen in een auto. In de Schijfelaar in Veghel. Een getuige heeft melding gemaakt van de situatie en daarop is de politie ter plaatse gegaan. De technische recherche is meteen met een omvangrijk sporenonderzoek begonnen. Er wordt buurtonderzoek gedaan en we proberen te achterhalen wat er gebeurd is. Al enig idee van de identiteit van deze meneer en hoe hij om het leven is gekomen? Het is nog te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Nu is het natuurlijk opvallend dat het in dezelfde straat is gebeurd als waar een van de oud-verdachten van de dodelijke schietpartij in Zijtaart woont. Is er enig verband? Dat nemen wij in ieder geval mee in het onderzoek, maar op dit moment kan ik dat nog niet bevestigen. Maar gezien het materieel waarmee de politie hier is uitgerukt, houdt men daar ernstig rekening mee? Nou, wat je zegt, hè, we zijn inderdaad met groot materieel uitgerukt. We houden overal rekening mee, we houden alle opties open en we zijn volop bezig met onderzoek. Nu vertellen buurtbewoners tegen ons van ja, we hebben gisteren toch knallen gehoord. Gisteravond laat, zo rond 23:30. Wat kunt u daarvan vertellen? Nou, die informatie hebben wij ook tot ons genomen en we nemen dat vooral mee in het onderzoek. Dat zijn belangrijke getuigen voor ons. En als er meer mensen zijn met dergelijke informatie, dan hopen we dat ze zich ook bij de politie melden en een informatie delen. Maar je kunt nog niet met zekerheid zeggen of het inderdaad een schietpartij is geweest en dat dat inderdaad gisteravond is gebeurd? Nee, dat is op dit moment te vroeg om daar uitspraken over te doen. Thank you.